Geweldige kampioenen. Nummer 120 is de kampioen geworden die met heel veel souplesse en heel veel gedragenheid zijn verrichtingen hier heeft laten zien en uitmint in chicheid. Nummer 2 is nummer 84. Goed gevindend model, heel veel souplesse. Stap zou daarbij iets aansprekend, iets meer souplesse kunnen tonen. Maar in de draf was fenomenaal. Geweldig kampioenschap, 4 tot en met 6 jaar paarden gehad. Die met name in de presentatie in de draf zeer veel indruk maakte. Kampioen geworden is nummer 157. Een paard die met heel veel elan door de wagen ging en een mooie jeugdige uitstraal heeft. Nummer 2 is nummer 169. Een paard die ook heel mooi in het model staat. Iets minder jeugdige uitstraling heeft. Wel een fijne manier van draven en iets ruimer zou kunnen stappen. Mooie kampioen.
kampioenskeuring hebben we gehad. Waar een duidelijk verschil zat. De beide modellenmanagers die liepen er echt helemaal uit qua beweging en qua modellen. We hebben gekozen voor de Norbert Merrie, die misschien niet het mooiste model heeft, maar heel veel macht en met heel veel souplesse en met heel veel gedragenheid door de wagen. Tweede, de zeer fraai gemodelleerde Lodewijk Merrie, die misschien ietsje ruimer kon stappen, maar heel mooi bewogen, met heel veel ruimte in de beweging. Twee hele mooie kampioenen, waarbij de Norbert een schitterende mooie, algeheel kampioen bij de oudere meisjes is geworden. Terugzien op een hele fijne centrale keuring met heel veel kwaliteit. Jongere rubrieken waren zeer goed, maar ook de driejarige groepen was een hele sterke groepen. Vijf groepen die zich uitmunten in beweging, modellen en met name ook correctheid en ruim stappend. De dag hebben we afgesloten met een heel mooi kampioenschap. Met name de kampioen, een zeer imponerend paard die misschien in model ietsje gesloten in de bovenlijn komt, maar zodra die in stap komt en in beweging, heel veel macht en kracht laat zien en ruimte. Een terechte kampioen deze Norbert Merrie, waarvan iedereen enorm heeft genoten. Mooie reservekampioen de Tjalle Merrie, hele scherpe Merrie, iets minder ruim in zijn manier van bewegen, maar met veel techniek. Maar vooral de kampioen kunnen we echt trots op zijn met zoveel beweging in huis. Mooie keuring die op een mooie manier op deze manier is afgesloten.